Dat is echt zo verschrikkelijk dat ze gewoon naar me toe kwamen. Zeiden: kan u tegen uw man zeggen dat hij niet zo hard moet lachen? We storen ons eraan. Ik zei: dan hebben jullie echt een probleem. Dan moeten jullie maar mee dealen. Welkom bij deze Revive Talk. Ik zit hier met een bijzondere vrouw van God, Joke Kroeske. Hoi Joke, welkom. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Je bent spreekster, schrijfster en ook een moeder van een aantal voorgangers in Nederland. Oma. En een oma, zeker. Superleuk dat je er bent. Welkom. Nou, te midden van zoveel moois en bijzonders, ook wat je allemaal doet, heb je natuurlijk ook een heftig jaar achter de rug. Ja, zeker. Je man is natuurlijk overleden, daar gaan we het over hebben. Het bijzondere huwelijk dat je ook had met Zijbrand, wil ik ook graag nog dingen over horen, zeg maar. En ook gewoon het verlies waar je doorheen bent gegaan. Wat heeft dat gedaan met jouw kijk? Ook bijvoorbeeld op genezing, op de God die geneest. Mm-hmm. Hoe zoek je God ook te midden daar doorheen, zeg maar? Hoe is God echt je kracht daardoor? En hoe het nu met je is? Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Daar gaan we het zo over hebben. Nou, misschien kun je er iets over vertellen hoe het nu met je gaat. Het gaat eigenlijk heel goed. Om maar met de deur in huis te vallen. Toen Zijbrand overleden was, dat was natuurlijk een achtbaan. Want hij kreeg in december 2022 die klachten van slikklachten. In januari kreeg hij de uitslag van het is slokdarmkanker. En u heeft nog 4 maanden te leven tenzij u chemo doet of bestraling. Nou, dat wilden wij absoluut niet. En dus je komt in een soort van achtbaan terecht. Mm-hmm. En die laatste maanden waren natuurlijk toch wel heel pittig. Maar we hadden ons geloof gezet op genezing. Dus voor ons was er eigenlijk maar één ding. Hij gaat gewoon genezen. Yeah. Dus dan is er ook niks anders. Je laat ook niks anders toe. Dus ik moet eerlijk zeggen, toen Simon overleden was, dat zelfs eigenlijk in zijn laatste 10 minuten, half uurtje, zeg maar, dat bij mij nog steeds niet doordrong. Van hij gaat sterven, dat drong gewoon niet door. Hmm. En dat heeft maanden geduurd voordat dat kwartje eigenlijk viel. Dus ik heb wel een heel apart jaar gehad, maar ik ben heel dankbaar aan God. Want iets wat heel sterk in mijn hart was, van ik ga geen boeken lezen over rouw. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik leg mijn hand in uw hand, Jezus. En ik ga hier samen met u doorheen wandelen. Hmm. Zoals past bij mij en zoals mijn relatie met de Heer is. En een van de eerste dingen die eigenlijk... dat was een heel bizar, maar heel kostbaar moment. Ik heb heel veel tijd genomen het afgelopen jaar om tijd met God te hebben. Simon en ik hadden altijd samen tijd met God. En dan lazen we een stuk uit de Bijbel. We baden samen voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Nou ja, wat er maar op ons hart was. Maar nu ging ik dat natuurlijk, mijn relatie met God zelf, gewoon meer ontwikkelen. Dus ik nam ruim de tijd altijd met God, 's morgens als ik wakker werd en als ik niet zoveel op programma had. En een van de eerste dingen, ik denk een paar dagen na de dankdienst, werd er een gebed eigenlijk op mijn lippen geboren waar ik zelf van schrok. En ik heb het aan meerdere mensen verteld. En soms zie je iets bij mensen, een schokeffect van wauw, dat is mooi. En soms een schokeffect van poeh, dat is heftig. En dat vond ik zelf eigenlijk ook. Eigenlijk bad ik, zonder erbij na te denken, ik maak me los van Zijbrand naar geest, ziel en lichaam. En dat kwam uit mijn mond en ik dacht, wow, Heer, dit is best heftig. Maar ik ben daar zo dankbaar voor. Hmm. Want ik denk dat dat een van de dingen is die voor mij de toon heeft gezet voor mijn rouwperiode. Ja. Want later gaat je ratio meer werken. En ik dacht, ja, maar het is ook zo, weet je wel. Ik ga hem weer zien in de hemel, maar een huwelijk is voorgoed over en ik zal alleen verder moeten. Ja. Dus dat was eigenlijk een hele krachtige sleutel die de Heer me gaf. Precies. Nou, dan gaan we het zo uitgebreid verder natuurlijk over hebben, over dit, hoe je hiermee omgaat en... Ja, bijzonder inderdaad. De laatste keer dat ik met jou een interview heb gedaan, was je man er nog bij. Was zij er dan erbij. Yeah. En dat weet ik nog, was gewoon lachen, gieren, brullen, zeg maar. Zelfs als vragen bij wijze van spreken niet eens grappig waren, dan ging kwam je toch helemaal nog een lach uit. Ja, precies, dus dat was wel heel bijzonder. Wat een leven moet dat geweest zijn met zo'n man. Een heftig leven. Toen wij trouwden waren wij nog niet wedergeboren. Dus ik denk wel eens van de eerste helft van ons huwelijk was best heftig en soms ook heel stormachtig.
De tweede helft. Want hij was natuurlijk toen een heel ander persoon dan. We waren beide niet wedergeboren. Ja. Dus ja, je bent een ander persoon, letterlijk ook. Ja. En daar wil ik verder niet over in detail treden, maar dat was gewoon best. Ja, we hielden heel veel van elkaar, maar waren ook heel tegengesteld. Allebei nogal een leeuwenkarakter, dus dat kon ook wel eens flink botsen. Maar ja, toen wij eenmaal groeiden in de dingen van God en Sijbrand ook meer in zijn bediening ging wandelen, hebben we natuurlijk gigantisch mooie. Een mooie periode in ons leven gehad, hè? Ja. Gigantisch mooi, waarin je ook dan moet leren om samen te werken en mm-hmm. samen in die bediening te gaan staan. Ik als, hè, als tweede man, nou vrouw dus, naast hem. Maar ja, heel kostbaar, super kostbaar. Ja, want ik wil dan vragen of misschien tijdens jullie eerste date of hij al achter zielen aan het aangaan was. Maar dat, nee, dat was in die nee, tijd Nee, hij was zat achter mij aan. Dat was het enige. Ja, ja precies. Ja. Nee, nee. Ja, joh. Hey, want, was het wel zo dat op het moment dat hij Jezus leerde kennen, dat wel gelijk naar boven kwam? Dat ja. evangelisatie? Ja, ja, dat was bij hem eigenlijk, hè, zonder dat wij, want wij wisten niks, wij wisten gewoon nog niet veel, weet je wel. Ik had wel rond mijn 17e de Bijbel gelezen, zei dan denk ik nooit. Mijn ouders lazen heel veel het woord van God ook. Dus ik had wel een hele goede basiskennis. Maar je bent natuurlijk niet wedergeboren. Dus de Heilige Geest. Ja, zoveel dingen waren nieuw voor ons. Maar het zat al wel in hem. Natuurlijk wist je toen nog niks over bestemming. Of weet je wel, iemands blauwdruk, zoals tegenwoordig vaak gezegd wordt. Mm-hmm. Maar wij zaten in een klein baptistenkerkje. Een Engelstalig baptistenkerkje. In Franstalig Canada. Daar zijn wij tot geloof gekomen. En samen gedoopt toen we 29 mm-hmm. jaar oud waren. En hij begon eigenlijk. Toen kwam heel snel kwam er een Billy Graham campagne in Montreal. En dus de kerken in die hele regio die werden gevraagd mee te doen. En hij was er als de kippen bij, omdat dat natuurlijk zijn hart was. Yeah. Om onze pastor daar, onze voorganger, te ondersteunen. Dus, en toen wij terugkwamen in Nederland, een jaar na onze wedergeboorte ongeveer, wij voelden allebei, wij moeten terug naar Nederland. Later mm-hmm. denk je, oh, dat was de stem van God, maar daar had je toen nog geen woorden voor. Toen ontmoetten die al vrij snel, we huurden een huis in Putten voor een jaar. En daar ontmoette die Theo van Hoof en die ging altijd naar Amsterdam om te evangeliseren. Oh, ja. En hij ging mee en hij begon dingen te verzinnen ook direct. Het was een asielzoekerscentrum in Putten en dus dan, ja, hij was ook een initiatiefnemer natuurlijk. Dus hij zorgde ervoor dat die evangelische kerk in Putten uit ging reiken op dat asielzoekerscentrum. Het zat zo in hem, in zijn blauwdruk. Precies. Ja. Ja, maar mooi. De woorden hadden we daar toen niet voor. Nee, nee precies. Nee, nee. Nee. Want ik heb ook wel eens een van je zoons geïnterviewd en die zei ook dat zij brand bijvoorbeeld, dan gingen ze naar de voetbalclub, weet je wel. En dan die kinderen, die hoorden dan allemaal het evangelie elke keer, zeg maar, als ze dan naar de voetbal gingen en zo. Ja, daar weten zij meer van dan ik, want daar was ik niet bij. Maar natuurlijk, weet je wel, hij verstopte nooit zijn nee, precies. Dat was duidelijk. Jezus. Of dat ze hem dan weer, liepen ze met vriendjes door het centrum en dan stond hij daar gitaar te spelen of zo. Ja, dat was in de later stadium inderdaad. Stonden we met een hele grote camper stonden we in Ede voor de oude kerk daar. En dan pakte hij zijn gitaar. Hij had niet eens versterker nodig. Hè. Hij had natuurlijk zo'n luide stem, zo'n klankkast. Dus dat galmde, daar stond ook precies op zo'n kruispunt, dat galmde alle kanten op. Ja. En ja, onze jongens liepen daar met een grote boog omheen in die tijd nog. Maar grappig, inderdaad, een herkenbaar figuur. Ja, ja precies. Ja. Hoe is dat, want jij was volgens mij meer ook bijvoorbeeld van het woord en van gewoon onderwijs geven zit volgens mij ook sterk in je. Je bent, lijkt het zeggen, anders dan Sijbrand. Ja, hoe zijn jullie ook, zijn jullie roepingen ook steeds meer samen gaan vloeien? Ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Ik was super verlegen meisje. Echt heel, heel verlegen. Dus altijd op de achtergrond. En eigenlijk, weet je wel, leunde ik heel erg op Sijbrand. Maar in een tijd waarin ons huwelijk even niet zo lekker liep, zijn we een poosje uit elkaar geweest. En toen we weer bij elkaar kwamen, werd ik gevraagd om een kinderkerk te gaan leiden met twee andere mensen. Ik had geen ervaring, die andere twee mensen ook niet. Maar God had mij ooit een beeld laten zien, wat ik eigenlijk nooit deelde met iemand. Dat heb ik heel lang in mijn eigen hart bewaard. Maar hij liet me in een flits een beeld zien van mezelf. Ik zag mezelf een stuk ouder en ik zag mezelf spreken en helemaal vrij. En dat was voor mij. Het was in een split of a second, maar ik zag mezelf en ik ben God daar zo dankbaar voor, want hij liet mij zien
Hoewel ik daar toen ook nog geen woorden aan kon geven. Maar dit ben jij, Joke. Dus toen ik gevraagd werd voor de kinderkerk, mijn eerste gedachte was altijd, ik kan het niet, ik kan het niet. Had ik wel die drive, maar ik ga het wel doen. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik in die tijd ook opgebloeid, omdat ik toen, ik moest leiding geven met die andere twee mensen. Dus zoeken naar visie, hoe gaan we dit doen? En ik had een enorm verlangen om die kinderen in contact te brengen met de Heilige Geest. En er kwam ook een beweging van de Heilige Geest. Maar ik moest dus ook voor die kinderen spreken. En zo ben ik gaan ontdekken, oh, maar ik vind dat leuk, want ik hou van het woord. En mm-hmm. ik hou ervan om het te delen. Ja. Dus ja, dan begin je zelf een beetje je blauwdruk te ontdekken. En toen we meer samen uit gingen stappen, dat was eigenlijk in de tijd van Jan Zijlstra. Die stuurde Sijbrand eigenlijk vooruit. Als hij een campagne wilde ergens in het land, dan kreeg Sijbrand, hè, dus wij samen eigenlijk de vrijbrief om vooruit te gaan en daar de kerk te trainen. En dan namen ze mee de straat op. En daar ben ik Sijbrand heel dankbaar voor. Mm. Hij duwde mij dan soms ook naar voren. Jo, deel jij dit stukje? En dat later was dat met preken. Als hij ergens uitgenodigd werd, dan zei hij soms, doe jij het maar. Ja. Dus ja, zo heel langzamerhand leer je dan samen te werken. Ja, ja. Precies. En samen te vloeien. Want ja, ik vind altijd man en vrouw, het hoort niet zo te zijn. Het moet echt zo zijn. Ja. Precies. Ja. Ja. Hey, want je zou kunnen zeggen van, het was voor jou in ieder geval een hele grote stap, hè, om dat ook te doen, evangeliseren. Ja. Maar als je op een gegeven moment begon je het ook echt te doen, hè? Ja, eigenlijk op het spreken van God. Want je sterke kanten zijn ook je valkuil. Hè? Ik ben iemand, ik kan hele sterke overtuigingen hebben. Maar dat kan je ook heel koppig en inflexibel maken. En ik had een hele sterke overtuiging. En eigenlijk begon zij, want in die tijd van de kinderkerk begon die daarover te praten met mij. Van, joh, we moeten eigenlijk met die kinderen de straat op. En jij moet eigenlijk ook evangeliseren. Nou, dat botste. Want ik zei, dat past helemaal niet bij me. En dat is jouw ding. En laat me met rust. En, dus dat botste enorm. Maar hij gaf niet op. Hij was vrij vasthoudend. En ik eigenlijk ook. Maar op een dag hoorde ik de Heer spreken uit de hemel, gewoon direct in mijn hart. Hij zei, Joke, ik riep 12 mensen om mij te volgen. En ik riep ze alle 12 om een visser van mensen te zijn. Ik riep Petrus met zijn grote mond, de extravert, weet je wel. Maar ik riep ook Johannes, die zijn hoofd op mijn borst legde. Ik riep ze allemaal met hun eigen persoonlijkheid, hun eigen gaven en talenten. Maar ik riep ze allemaal, volg mij en ik maak je een visser van mensen. En het was letterlijk alsof er een kwartje viel. En ik zei, Heer, ik bekeer me. Wow. Ik bekeer me. En als je je bekeert, dan wil ik het ook gaan doen. Wow. Dus toen ben ik uit gaan stappen, de allereerste keer. Dat was, we zaten toen in een kleine gemeente in Ede. En het was een voorgangers-echtpaar. En de vrouwelijke voorganger die had bedacht, we gaan met een groep vrouwen gaan we een flatgebouw in Ede. En we gaan deur aan deur aanbellen en het evangelie vertellen met het script. En dat hadden Sijmond en ik vertaald en dat waren we gaan gebruiken met het script. Dus ik dacht, ja, ik heb me bekeerd, dus ik moet het ook gaan doen. Uiteindelijk was die voorgangersvrouw er, ik en nog een andere vrouw. Nou, gelukkig mochten wij met z'n tweeën, maar ik weet nog dat ik 's morgens in huis zat en ik dacht, ik heb geen eens meer tijd om tijd met u te hebben, Heer. Geef me iets. En hij zei Marcus 1 vers 17. En ik had die tekst natuurlijk al vaak gelezen, maar ik hoorde hem zo. Volg mij, Joke, en ik zal maken dat je een visser van mensen wordt. Ik dacht, nou oké, het zweet staat in mijn handen, maar ik ga het gewoon doen. En toen heb ik mijn eerste persoon tot Jezus geleid. Een vrouw deed open in haar ochtendjas, dus ja, ook niet echt, weet je wel. Je stoort iemand, je haalt iemand uit de bed waarschijnlijk. Zat zo'n rode stip op haar hoofd, dus ik wist dat het een hindoe was. Maar dat meisje nam tot mijn stomme verbazing Jezus aan. Wauw. En toen was ik een drempel over. En die drempel heb ik mezelf nog weer heel vaak overheen moeten duwen. Maar ik ben het wel gaan doen. Ja, ik ben het wel gaan doen. Ja. Hey, en laatst zag ik nog een mooie Facebook post van jou. Ja. Dat je ook laatst ook weer een paar jongens dan weer. Wat zei Sijbrand dan altijd als je dat had gedaan? Goed gedaan, meisje. Ik ben trots op je. Dus die echo zit nog in mijn hoofd, weet je wel. Ah, wat leuk. Ja, wow. Die zit echt in mijn hoofd. Ja. Ja, en afgelopen zaterdag heb ik nog een vrouw tot Jezus geleid. Want ik voelde wel ook in mijn rouwperiode van, oh, ik moet dat wakker houden. Mm. Want als je het niet wakker houdt, dan kan het zomaar geroofd worden. Maar dat wil ik absoluut niet. Dat zal altijd een onderdeel van mij zijn. Ja, precies. Want het is het hart van God.
Ja, het is het hart van God. Ja, ja, mooi. Ja. Hey, even nog heel kort een ander onderwerp is ook jouw zoons natuurlijk. Mm-hmm. Dat is een hele bijzondere vrucht op jullie leven. Ja. Dat je gewoon zoveel zoons hebt die allemaal grote kerken leiden, mooie dingen voor God doen, echt een groot hart hebben voor Jezus. Ja, en mooie mensen zijn. En mooie mensen zijn, ja, dat is ook belangrijk. Ja, ja, dus dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Nee. Ik weet nog van een vorig interview dat ik daar, waar ik enigszins verrast door was, is dat jij niet in die periode, jullie waren natuurlijk ook bezig om mensen ook gered te zien worden en zo, maar dat jij niet je knieën blauw aan het bidden was om je zoons terug naar Jezus te krijgen. Hoe komt dat? Nee, dat was zo bijzonder, want in de tijd dat ik die kinderkerk mocht leiden, was er een beweging van de Heilige Geest, dat was de Toronto-tijd, was natuurlijk de Heilige Geest-tijd, in onze kerk, toenmalig de schuilplaats in Ede. En ik was zo hongerig. Ik was zo hongerig naar de dingen van de Heilige Geest. Dus iedere verfrissingsavond was ik er. Als er diensten waren, was ik er met een hongerig hart. En ik weet dat ik toen een keer val. En de geest was ook nieuw voor me, maar ik viel een keer in de geest. En uit mijn eigen mond begon ik te profeteren. En heb ik daarna ook nooit meer meegemaakt dat ik over mezelf, dat er zo'n stroom van woorden kwam, van profetie. En die vrouwen die voor mij baden, toen ik ging staan, zeiden: Joke, weet je wel wat je allemaal gezegd hebt? Ik zei nee, maar ik wist nog één zinnetje. En dat was dat uit mijn eigen mond kwam: en al jouw zonen zullen mij dienen. En die heb ik gewoon in mijn hart bewaard. Want dat was voor mij vanaf dat moment 100% een zekerheid. Later, zelfs op RBI pas, dacht ik, oh, dat was de gave van geloof die ik op dat moment kreeg. Ja. Dat heb ik me dus pas veel later gerealiseerd. Want ik heb mijn knieën niet blauw gebeden. Het was een zekerheid in mijn hart. God heeft die belofte gegeven. En natuurlijk weet je wel, soms was dat op de voorgrond, soms meer op de achtergrond. Het is ook niet dat we er nooit voor gebeden hebben. Tuurlijk deden we dat wel. Maar niet, niet desperate. Want ja, je weet het. Je weet het omdat je het weet, omdat je het weet. Ja. En toen in anderhalf jaar tijd, hè, Ben vertelt natuurlijk vaak zijn getuigenis, ook hoe Bas tot geloof kwam als eerste. Naar Ben begon te getuigen, Ben kwam tot geloof. Bas werd als eerste gedoopt in de schuilplaats nog. Ben en Jonathan een half jaar later, Victor drie kwart jaar daarna. Dus zeg maar in anderhalf jaar tijd had God zijn belofte gewoon zo soeverein vervuld. Mm. Want Bas kwam tot geloof gewoon op zijn studentenkamer in Rotterdam. Hij zei tegen de Heer, ik ga dood van binnen, ik kan niet zonder u. En er kwam gewoon een soevereine bekering. Wow. Bij Ben natuurlijk ook eigenlijk, hè, op het getuigenis van Bas, maar ook, weet je wel, tussen hem en de Heer in zijn eigen slaapkamertje. En de Heer keerde gewoon in anderhalf jaar tijd ons gezin om. Wow. Dus als mensen soms tegen mij, of toen zij dat nog leefden, tegen ons zeiden van, wauw, wat hebben jullie dat goed gedaan. Ja, ik geef het altijd gelijk aan God. Want dan denk ik, wij hebben ook heel veel fouten gemaakt. En ik weet dat het gewoon 100% de genade van God was. Die voor ieder gezin heeft trouwens. Ja. Precies, wauw. Ja. Dus misschien ook wel weer een soort sleutel die je eruit kan halen. Dat je hoeft niet voor alles misschien altijd 1000 keer te bidden. Soms moet je ook gewoon staan in de woorden van God. Ja. Volgens mij had je daar ook nog een mooie psalm over, toch? Nee, ik heb een hele mooie tekst die ik vaak aan mensen geef. Jesaja 59, ik weet niet precies, volgens mij. Ik weet niet precies welk nummer van de tekst. Maar daar staat van de geest die op je, ik zeg het even in mijn eigen woorden, de geest die op jou rust, zal rusten op je kinderen, op je kleinkinderen. En God zegt, dat is mijn verbond met jou. Hmm. Want jouw gerechtigheid is van mij. Dus heel veel mensen, ik vind het zo mooi, want heel veel mensen denken, ik moet het verdienen. Ik heb het niet goed genoeg gedaan, dus ja. Mijn kinderen zijn afgedwaald of hebben geen keus voor de Heer gemaakt. Maar God is een verbondsgod. En in zijn verbond belooft hij dit dus. Dus ik denk dat het superkrachtig is, één, om daar gewoon op te gaan staan. En als zijn geest in jou is en in jouw mond, want dat staat er ook, laat het dan ook uit je mond komen.
hey, die kinderen van mij en mijn kleinkinderen, die behoren aan God toe en niet aan de duivel. Ja. Ik denk dat dat superkrachtig is. Wauw, dat is echt heel bijzonder inderdaad. Ja, want ik kreeg een persoonlijk woord, een rema-woord. Maar ja, het woord van God is allemaal, weet je wel, voor ons. We kunnen alles pakken wat daarin zit. Ja, dus daar kan je gewoon op staan dan. Ja, en, je toe-eigenen. Ja, ja, precies. Ja, ja, mooi. Bijzonder. En ik geloof in deze tijd, hè, ons gezin, denk ik, valt op, omdat natuurlijk de jongens ook erg zichtbaar zijn. Dus ik moet vaak denken aan dat zinnetje van Jesaja. Ik en mijn kinderen zijn een zinnenbeeld voor de natie. Wat pure genade is in ons geval. Maar ik denk, het geeft een plaatje, een profetisch plaatje eigenlijk voor mensen van, oh, maar ik wil ook zo'n gezin. Ja, maar het is beschikbaar. Hmm. En ik geloof in deze tijd gaat God heel veel gezinnen binnenhalen. Je ziet het al. En families. Ja. Gewoon heel veel. Heel veel. Mooi. Mooi, hey, dus prachtige ontwikkelingen allemaal in het gezin sowieso, bedieningen die begonnen te groeien. Nou, ik kwam jullie natuurlijk ook regelmatig wel tegen en ik weet ook nog wel dat ik Sijbrand iets meer dan een jaar geleden ook nog gesproken had, leek niks aan de hand. En ik weet, laat ik het voor mezelf spreken, ik weet, er was op de een of andere dag, ongeveer een jaar geleden, ineens hoor ik vanuit het niet, Sijbrand is overleden. Ja, ik weet het. Het was een schok voor veel mensen. Ja, het was echt het allerlaatste wat ik verwacht inderdaad. Ja, dat hebben veel mensen zo meegemaakt. Ja, daarom begon ik de dankdienst ook met dat uit te leggen. Of voor zover je dat kan uitleggen. Maar gewoon ze even, weet je wel, de mensen die van niks wisten mee te nemen in ons verhaal en de keuzes die we gemaakt hadden. Zodat die connectie weer even terugkwam. Maar ja, dat is voor veel mensen heftig geweest. Want we hadden natuurlijk een groep mensen die voor ons bad. Maar ja, we hadden keuzes gemaakt. En dan heb je gewoon ook nog heel veel andere mensen met wie je eigenlijk heel erg verbonden bent. Maar die van niks wisten. En sommigen hebben dat ook heel eerlijk tegen mij gezegd. Van, ik was eigenlijk een beetje boos of teleurgesteld. Ik zei, ik begrijp het ook. Als ik in jouw schoenen had gestaan, was ik ook kwaad geweest. Yeah. En teleurgesteld. Dus ik begrijp het. Vergeef ons maar. Vergeef me maar. Maar dat was wat we toen ervaarden. Van, we moeten het zo doen. Mm-hmm. Ja. Zoals ik al zei, je zit in die achtbaan. En je maakt je keuzes op dat moment. En kijk, alles in een rouwperiode komt voorbij. Hè? Van dus je hele huwelijk komt voorbij. De keuzes die je gemaakt hebt in dat jaar. Dat komt allemaal voorbij. En dat heb ik allemaal met de Heer besproken. Yeah. En ik denk, weet je wel, het is goed om te dealen met dingen en het dan weer los te laten. Want dat was onze keuze op dat moment. Ja, precies. Ja. Hey, want jullie zijn natuurlijk echt geloofsmensen. Daarvoor ook al, voor dat hele proces. Ja. Dus dat heeft een enorme rol gespeeld ook in het hele ziekteproces. Hè? Ja, zeker. Jullie eigenlijk constant rotsvast stonden op dat Sijbrand beter zou worden, zeg maar. Ja. Ja, hij ook hoor. Hij ook. Heeft dat ook een rol gespeeld in het feit dat het niet aan de grote klok werd gehangen, zeg maar? Hoe bedoel je dat hij ziek was bijvoorbeeld, dat jullie niet op Facebook bijvoorbeeld gingen zeggen, Sijbrand is ernstig ziek, bid mee of weet ik veel wat. Dat was deel van onze keuze, weet je. Ja. Weet je wel, er is geen goed of fout in dat. Mm-hmm. Hè? Iedereen heeft zijn eigen keuze en verhaal daarin. Maar wij dachten van, onze keuze was, we houden het bij mensen die echt waarvan we weten, ze staan in geloof, ze staan met ons. Want als je het in een grotere groep deelt, wil of wil niet, je krijgt ook zielse geluiden. En die wilden wij niet. Die wilden wij mensen niet. Die bijvoorbeeld medelijden gaan hebben. Of zeggen, waarom heb je niet, weet je wel, waarom ga je niet dat traject van het ziekenhuis in? Of mensen ventileren soms hun mening of hun gevoelens, waar jij niet op zit te wachten op dat moment. Dus daar hebben we ons voor afgeschermd, zeg maar. Ja. Precies. Ja. Ja, joh. Hey, want je hebt natuurlijk ook, we hadden het net over bijbelteksten waar je dan op kan staan. Hè? Mm-hmm. Dat hebben jullie natuurlijk in die periode ook gehad. Hoe ontwikkelt zich dat dan? Want dat lijkt me heel lastig als jij bijvoorbeeld een bijbeltekst hebt en je ziet die bijbeltekst niet overeenkomen met hoe Sijbrand erin staat. Hoe ging je daarmee om? In je rouwperiode kijk je ook terug en dan denk je, het is eigenlijk bizar geweest, weet je wel? Dat gewoon niks negatiefs, nog bij hem, nog bij mij, naar binnen kwam. Ik denk omdat we gewoon die keuze hadden gemaakt. Natuurlijk opgevoed bij Jan Zijlstra, vol gepompt met het onderwijs over genezing. Dus het was niet zozeer één of twee teksten waarop we stonden. Maar je hebt dat fundament in je hart. Dus het hele idee van, hij gaat sterven, dat was
Niet in mijn gedachten. En ook niet, denk ik, bij de kinderen. Dat weet ik niet, zou je hem persoonlijk moeten vragen. Maar dat kwam gewoon niet binnen. Niet? Ja. Nee. En ja, daar heb ik geen spijt van, want nee, ja, dat was wat het toen was. Ja, precies. En ja. 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 Hey, want het was wel een grappige anekdote die jij ook vertelde. Ik heb natuurlijk de uitvaart ook weer teruggekeken, de uitvaartdienst. En je had daar een hele, ook wel weer een hele grappige anekdote waar de hele zaal helemaal dubbel lag. Want hij had natuurlijk een enorm heftige uitslag, hè, bij het ziekenhuis. Ja. Hoe kwam die thuis? Ja, bizar. He, dus ik mocht niet mee naar het ziekenhuis, want ik, nou, je mag niet haat zeggen, maar ik heb echt een hekel aan een ziekenhuis binnengaan. Dus ik dacht, nou, laat jou maar thuis, ik ga alleen. Dus hij heeft daar alleen bij die oncoloog gezeten. En dan krijg je, weet je wel, natuurlijk gesproken, zulk verpletterend nieuws. Maar wat doet Sijbrand? Hij leidt die persoon tot Jezus. Ik geloof dat een vrouw was, ik weet het niet meer. Daarna de assistenten tot Jezus. Toen dacht hij van, oh, misschien vonden ze mij zielig en hebben ze daardoor het zondagsgebed gebeden. De vrouw die bloed afneemt, zal ik ook nog eens even het evangelie vertellen. Dus hij was gewoon zo'n evangelist in hart en nieren. Dus hij komt thuis en ik zat natuurlijk toch een beetje in spanning te wachten. Ja, wat wordt dit? Maar ik had helemaal geen slecht scenario in mijn hoofd. Dus hij komt thuis en toen zei hij, ja, toch wel vrolijk van, nou, vrolijk, maar wat wil je eerst horen, het goede of het slechte nieuws? Nou, we doen eerst het goede. Ik denk dat hij die keuze voor mij maakte. Dus hij vertelt me de dokter tot Jezus geleid, de assistenten tot Jezus geleid, de vrouw die bloed afnam. Nou, geweldig, weet je wel, super. Maar ik had zoiets van, ja, en. En toen kwam hij met dat, hè, het is slokdarmkanker. Ze hebben gezegd nog 4 maanden te leven, dus ja. Toen hebben we even in elkaars armen gehuild. Hmm. Echt heel kort elkaar stevig vastgehouden en gezegd, ja, maar dit accepteren wij niet. Nee, dit accepteren wij voor geen meter. Dit gaat niet gebeuren. Dus ja, je maakt samen die keuze. En keuzes, dat heb ik ook in mijn rouwperiode gemerkt, zijn zo krachtig. Die zetten gewoon de lijn uit die jij volgt en waaraan God dan ook meewerkt. Dus ja, natuurlijk zag ik dat hij heel erg mager werd en dat hij geen eten meer door. Dat was soms ook rot om te zien, weet je wel. Dan zat ik in mijn eentje in de keuken te eten en hij probeerde in het begin toch nog wel echt dingen naar binnen te krijgen. Maar dat lukte vaak niet of hij spuugde het weer uit. Ja, natuurlijk zie je dat. Maar het is net of het ja, toch niet echt bij je emoties kwam. Niet echt, weet je wel, je ziel van slag werd daardoor. Wow, later werd dat pittiger, hoor. Toen we dus naar Amerika vlogen en ik hem daar in die paar dagen zo achteruit zag gaan. Ja, toen want jullie gingen daar inderdaad heen, ook voor een genezingsschool, ja, hè? Ja, ja. Dus ja, je greep die dingen ook aan, zeg ja, maar, om ja. We moesten vrij lang wachten, omdat natuurlijk vanwege de hele corona we toen pas konden vliegen. Dus dat was eigenlijk heel kort voor zijn uiteindelijke overlijden. Dus dat was een heftige heenreis. En het was bloedje heet daar. De airco deed het ook nog niet in dat gebouwtje. Ik moest hem met een rolstoel erheen duwen, want hij had geen enkele energie. Dus ja, toen zag ik hem in een paar dagen zo achteruit gaan. Maar ik weet niet. Of op de een of andere manier drong het bij mij niet door. Ja. Van, hij gaat misschien sterven. Ik denk bij Sijbrand misschien wel. Als ik denk aan de laatste dagen in het ziekenhuis. Ik weet dat de jongens nog een keer geweest zijn om met elkaar voor hem te bidden. En toen één zo'n zinnetje had hij van, mocht het anders lopen of zou het anders lopen, dan weet ik dat jullie voor mama zorgen. Ik hoorde het wel en ik hoorde het niet. Dus, maar ik denk wel dat bij hem langzamerhand dat is gaan dagen. Van ja, dit zou wel eens anders kunnen gaan dan wij wilden. Ja, joh. Ik heb wel eens een zin gehoord, maar die past daar ook wel goed bij. Is van, je kan beter sterven in geloof dan leven in ongeloof, zeg maar. Dat denk ik ook. Ja. Ja. En dat is wel ook, want die uitvaart, wat een bizarre getuigenis was dat. Ik weet niet, wat heb je daar allemaal van teruggehoord? Ik heb gisteren even gekeken naar mijn eigen stukje en van de jongens. Ja. En ik dacht, man, het was gewoon zo'n aanwezigheid van de Heer. Hey, als ik ook naar mijn kinderen keek, hoe ze daar stonden. Zo, ja, ik kan het niet eens uitleggen, maar
ik heb ook gewoon zelf ervaren van de Heilige Geest zoveel kracht gaf. Zo enorm veel kracht en woorden om uit te spreken. Daar ben ik ook dankbaar voor, want dat heeft in mijn geval, maar ik denk ook voor de kinderen, gewoon ook een lijn uitgezet van ons rouwproces. Van ja, we gaan nergens onder zitten. En, en ook gewoon, God is nog steeds God. En het woord van God is onveranderlijk. En hij is de God van genezing. Ja. Dus ja. Ja. Ja, dat. Ja, ja, het was bijzonder. Het was bijzonder. En dat zeiden ook heel veel mensen. We hebben nog nooit zo'n dankdienst meegemaakt. Nee. Nog nooit eigenlijk zo'n begrafenis meegemaakt. Ja. Nou, prijs de Heer, laat het maar een... Ja, er werd ook zelfs opgeroepen om niet in een treurige stemming bijvoorbeeld naar het graf te gaan lopen. Ja, dat hoorde ik Bas ook nog weer zeggen. Van dat paste niet bij pa. Praat lekker, lach met elkaar. Niet zo'n onderdrukte stemming. En ja... Dat zegt Paulus ook toch, van wij zijn niet als mensen die geen hoop hebben. Wij weten waar onze geliefden naartoe gaan. En dat is ook gewoon een realiteit. Ja, ja, nu je het daarover hebt, moest ik daar ook nog aan denken. Dat hij viel natuurlijk enorm op. Niet dat hij dat opzocht, maar hij lachte gewoon keihard in diensten en zo. Ja. En je hoorde ook via livestreams altijd precies of zij brandt er wel of niet was. Sommige mensen kenden hem daarvan. En ze zeiden, u bent die man. hoe was dat voor u om daar altijd naast te zitten? Oh, in het begin vond ik het vreselijk, moet ik zeggen. Want ik was niet zo van het opvallen. En dacht ik, ja, dat komt ook door de motto's in het gezin waarin je opgroeit. Hè? Dus hij kwam uit een gezin, een zakengezin, weet je wel. Met zoete inval. En ik kwam uit een totaal ander gezin. Dus mijn motto speelde in het begin wel op van, joh. Kan best een beetje zachter. Hij lachte ook vroeger niet zo hard. Hè. Toen wij elkaar leerden kennen, was hij super slank. En lachte hij helemaal niet zo'n bulderende lach. Dan was ik waarschijnlijk niet met hem getrouwd. Hij was slank en geen bulderende lach. Maar dat heeft hij een keer ontvangen in een dienst bij dokter Rodney Hout Brown. Zei hij pas veel later een keer tegen me. Van ja, toen is dat begonnen, jou. En... dus ik denk dat iets religieus in mij was. Het had van okay. En later dacht ik, heerlijk. Want je merkte ook van dat het iets heel bevrijdends had. Ik weet, in zijn ziekteperiode zaten we een keer in een dienst bij Tom de Wal nog, in de schuilplaats. En wij zitten op een hoekje. Zij wilde altijd graag op een hoek. En een paar stoelen naast mij waren leeg. En daar zaten twee vrouwen. En... in de pauze, of er was even een soort van pauze, of ze ergerden zich zo verschrikkelijk dat ze gewoon naar me toe kwamen. Zeiden, kan u tegen uw man zeggen dat hij niet zo hard moet lachen? We storen ons eraan. Ik zei, dan hebben jullie echt een probleem. Dan moeten jullie maar mee dealen. Dus later had ik daar niet zo last meer van. Hilarisch, ja. Ja, religieuze geesten vonden dat niet leuk. Bij mij in het begin dus ook niet, hè? Maar het gaf ook een tijd zo'n lachgolf om me heen ook. Ja. Want mensen moesten ook weer lachen omdat zij me aan het lachten. En meestal was de grap niet eens zo heel goed. Nee, soms lachten die ook om dingen dat ik dacht, zij is eigenlijk niet zo gepast dat je hierom lacht, maar... Zoals Bas al zei, mijn vader was onconventioneel. Die hield zich nooit aan protocollen. Nee, dus jij hebt daarin ook al wat, misschien bijna wat mensenvrees in moeten afleggen. Ja, zeker, zeg maar. Zeker. Ja. Valse bescheidenheid en een stukje religie. Want ja, hoe mooi is het dat vreugde in de kerk van Jezus Christus is. En een van de dingen die mij ook geholpen heeft in mijn rouwperiode, is dat ik ook thuis gewoon soms... Op mijn bed zat ik mijn Bijbel te lezen, 's morgens als ik daar tijd voor had. En kwam gewoon de vreugde van de Heer over me heen. Hmm. De vreugde van de Heer is onze kracht. De vijand wil dat we, weet je wel, sip rondlopen. Maar wij zijn blije mensen. Ja, precies, precies. Ja, echt mooi, echt mooi. Een van jouw zoons zei ook tijdens de uitvaart dat hij een beeld had gekregen. Van, en dat hij weer dun en rennend in de hemel... Ja, ik ben zo dankbaar. Ik vind het mooi om nog even vanuit mijn gezichtspunt te vertellen. Ben vertelde het vanuit zijn gezichtspunt. Maar toen Zijband gestorven was, was ik daarbij, Jonathan en Tamara. De anderen hadden we al gebeld van, joh, kom, want het gaat echt heel slecht met pa. En dus die waren allemaal onderweg. Maar hij stierf dus eigenlijk vlak voordat zij binnenkwamen, of een half uurtje daarvoor.
Dus bijvoorbeeld Victor komt binnen in de maxicosi zijn pasgeboren babytje. Wat zij iemand één keer gezien heeft, goddank. Mm-hmm. Omdat hij te vroeg geboren werd, dus niet. Helemaal op godstijd geboren. En Victor zei, man, we gaan bidden met elkaar. En dan gaat pa weer zitten rechtop in bed en hij gaat grapjes maken. Dus we hebben met elkaar in eenheid besloten toen. We gaan een uur bidden of hij terugkomt uit de dood. We gaan hem terugroepen. Dus dat hebben we ook gedaan. We hebben rond zijn bed gestaan en we zijn in tongen gaan bidden. Echt keihard. Ben had muziek opgezet die je niet kon horen, want we waren echt de hemel aan het bestormen. Mm-hmm. En ik zag op een gegeven moment Ben, die aan de andere kant van zijn bed geknield was, zag ik huilen. Maar ik dacht, ja, zijn vader is gestorven, tuurlijk huilt hij. Later hoorde ik natuurlijk wat hij gezien had. Maar het was zo bijzonder, Dick, want we waren dus de hemel aan het bestormen. En keihard in tongen aanbidden. Maar toen was het alsof dit gebeurde. En we waren allemaal in één ogenblik allemaal stil. Toen hoorde ik ook de muziek. En later realiseerde ik me dat het lied was It Is Well With My Soul, instrumentaal. Maar de hele atmosfeer van de kamer vulde zich met eigenlijk de aanwezigheid van God. En ik zeg de glorie van God. En we keken elkaar aan en we zeiden tegen elkaar, hebben jullie vrede? Heb je vrede? Ja, we hebben vrede. En toen zijn we nog een tijd de Heer gaan aanbidden. En toen heb ik nog gebeden en toen zei ik, wil nog iemand van jullie bidden? Wil iemand iets delen? En toen deelde Ben, dat is vrij snel, hij al was gestopt met bidden, omdat hij zijn hand op zijn vader legde. Dat stukje was ik vergeten, dat hoorde ik gisteravond weer toen ik terugkeek, de dankdienst terugkeek. Hij legde zijn hand op zijn vader en toen zag hij Sijbrand dus in de hemel, helemaal slank. Hij zei nog grappend, zo heb ik mijn vader nooit gezien. Alleen op foto's. En hij kwam naar hem toe rennen met een bulderende lach. En hij zei ook, en dat was ook echt waar, zei, want mijn vader hield niet van rennen. Nee, dat deed hij niet. Maar hij rende naar hem toe en hij zei, Ben, ik kan weer rennen. Hij was gewoon jong en gelukkig. En dus ja, weet je, dat is gewoon zo'n mooi moment geweest. Dat heeft me echt gemarkeerd. Dat ik denk, wauw, Heer, de glorie van God, als dat binnenstroomt, zoals die op dat moment de kamer binnenstroomde, als dat bijvoorbeeld een samenkomst binnenstroomt, kan het maar zo zijn dat de Heer zegt, maar nou neem ik het over. Wow. Ik ben hier. Ja. En ik regeer. En het heeft me gemarkeerd dat ik denk, maar ik ga dat meemaken. Dat gaan we meemaken. En daarom heb ik ook nooit vragen gehad. Geen boosheid naar God, geen bitterheid. Nee, wow. 100% vrede. Vragen van, ja, waarom zo jong? Tuurlijk, maar je deelt met alles in de rouwperiode. Maar nooit vanuit boosheid of bitterheid. Nee, ik weet het niet, Heer. Ja. Ik weet het niet, maar ik heb vrede. Ja. Ja, je had zelf natuurlijk een hele, ja, ik vond het echt een bizarre, ja, dacht ik echt van, je, ja, voor mij ben je dan echt een geloofsheld als je zo'n speech houdt zoals jij die hebt gehouden. Ja, alle eer aan hem. Ja, ja. En wat ik ook wel mooi vond was dat je ook zei van dat je geen gram minder geloof hebt na dit moment. Nee. En dat je ook echt zegt van God is een God die geneest. Amen. En je zei van kanker zal de kerk verlaten. Oh yes, ik weet dat Jan Zijlster, ja. Ja, ik weet dat Jan Zijlster dat een keer in een campagne zei. Ergens in het noorden van het land, dat hij dat op zijn hart kreeg en gewoon die geest bestrafte. En ik weet nog de boldness die ik voelde in mijn hart. Want hij had een deel van zijn team op het podium gevraagd, gewoon de verbolgenheid die ik voelde, dat is een beter woord. Ja. Van ja, die rotgeest, weet je wel, die rotgeest. Dus dat was altijd al iets waar ik verbolgen over was. Van Catherine Kuhlman heeft ooit gezegd, van er komt een tijd dat er gewoon geen zieke christenen zijn in de kerk. En dan denk ik, ja, weet je wel, dat lijkt haast utopia, maar ja, als we kijken naar het woord van God en de Heer dat plaatje schetst, dan denk ik, daar hou ik me liever aan vast dan aan al die slechte ervaringen. Weet ja, je wel? Precies. Slechte ervaringen. Ja. Of dat mensen toch gestorven zijn. Ja, ja. Maar het woord is het woord. Ja, het woord ja, precies. Is het woord. Ja. Nou, daar moest ik dan nog wel even aan denken, want je hebt natuurlijk ook mensen die kijken en je hebt het natuurlijk over bijvoorbeeld de geesten die dan achter zit. Dus dat zegt dan ook dat ziekte niet van God is natuurlijk, maar van de duivel. Ja. Voor heel veel mensen is dat wel gesneden koek. Maar wat mij opvalt is dat ook vaak bijvoorbeeld teksten erbij worden gehaald als
de Heere geeft en de Heere neemt. De Heere zijn geprezen, weet je wel. Ja. Waarbij het dan toch is van, ja, je hebt het niet in je eigen hand. En het kan iedereen treffen, weet je. Ja, ik denk we moeten zo simpel als een kind zijn. Gewoon kijken naar de beloftes van God. Ons daaraan vasthouden. Jan Zijlstra zei altijd heel mooi, en dat zijn we nooit vergeten. We vertelden het ook vaak aan andere mensen. Zet nooit jouw vraagtekens boven de uitroeptekens van God. Dat is zo krachtig, want de Bijbel heeft natuurlijk heel veel uitroeptekens over genezing. Maar maken we in dit leven soms dingen mee die daarmee in tegenstelling zijn? Ja, we leven in een gebroken wereld en dat kan vraagtekens oproepen. Maar zet ze nooit boven de uitroeptekens van God. Ja. Dat ben ik nooit vergeten. En het is waar. En het is een sleutel. Het is een sleutel om je te behoeden dus jij voor ziet ongeloof. Het niet als zijnde dat God Zijbrand opgehaald heeft. Hij is veel te jong gestorven. Ja, hij is veel te jong gestorven. Ja. Ik weet dat er in de Bijbel staat van, in het woord staat van. Ik zeg dat zelf ook vaak hardop. Ik zal het getal van mijn dagen volmaken. Denk, ja, dat is mijn keuze. Ik wil niet dat er één dag van mijn leven geroofd wordt. En ik denk wel dat de dagen en jaren van Zijbrands leven geroofd zijn. Maar ja, moet ik alles... Kijk, zou ik minder verdrietig zijn als ik alles snap? En als de Heer het me niet uitlegt en niet openbaart, kan ik toch gewoon zeggen, maar ik heb vrede en al snap ik niet alles. Waarom zou ik het allemaal moeten snappen? Nee, ik begrijp het helemaal. Zeker, ja. Hey, maar nogmaals, mega inspirerend. Dat geloof, weet je. Heb jij nog tips voor mensen ook? Van misschien gaan ze ook wel door ziekteprocessen heen of door heftige terminale. Hoe hou je dat geloof zo sterk, zeg maar, zoals jullie dat ook hebben gedaan? Ja, ik denk door het woord. Hè. Bij ons was dat er natuurlijk ingepompt, werkelijk. En dan wordt het iets. Het wordt vlees in je leven. Het wordt een deel van jezelf. Dus ik denk door het woord. Door het woord. Dus jij las ook heel veel. En het ook toepassen, bepaalde teksten ook. Nee, dat niet zozeer. Het zit in je. En dat produceert geloof. Want geloof komt door het horen van het woord van God. Dus we hadden heel veel gehoord op dat gebied van Jan Zijlstra, waar ik hem nog steeds voor eer. Ja. Dus geloof komt door het horen van het woord van God. Dus dat geloof, dat zit daar al. Dat hoef je niet op te werken door, weet je wel, opeens teksten te gaan oplezen of te proclameren. Allemaal goede dingen, maar het zat al in ons hart. Dus doordat jij dat veel gelezen hebt, op gemediteerd hebt, zeg maar, is dat automatisch dus jouw reflex tegen... Het is je houding, je geloofshouding. Mooi. Ja, dus het woord lezen, dat is echt je nummer één advies. Ja, het woord lezen en gezalfd onderwijs, denk ik nog veel meer. Als het een nieuw onderwerp voor je is, of een nieuw, ja, gewoon vrij nieuw voor je. Dat was het voor mij ook. Hè, toen we bij Jan Zijlstra kwamen, was voor ons allemaal nieuw. Mm-hmm. Maar ik weet... Eigenlijk is daar mijn echte liefde voor het woord geboren onder zijn onderwijs. Want zijn onderwijs was zo gezalfd. En ik weet de eerste keren dat ik hem hoorde, dat alles in me gewoon begon te trillen. En gewoon door de zalving, weet je wel. Door de zalving glijdt het naar binnen en krijg je zo'n honger naar het woord van God. Dus ik denk gezalfd onderwijs is denk ik haast nog krachtiger. Zeker als je nog niet daar echt sterk in staat, is dat heel krachtig om je, weet je wel, dat je een sterk fundament daarin krijgt. Jan Zijlstra die zag de uitwerking daar wel behoorlijk van, inderdaad. Want een pionier is dat geweest. Jullie natuurlijk hebben waarschijnlijk ook ontzettend veel genezingen van heel dichtbij, ook in die beweging gezien. Heel veel wonderen gezien. En Zijbrand heeft ook een post met hem op het podium mogen bidden. Hè? Dus die stond er werkelijk met zijn neus bovenop. Ja, dan zie je zoveel wonderen. Hij is een god van wonderen. Precies. En als ik nu zie wat er bij Tom de Wal gebeurt, hè, dat is natuurlijk altijd door God. Maar een jonge man die zich uitstrekt daarna, dan denk ik, wauw, heer, wauw. Hmm. Ja, je kan mij niet blijer maken, toch? echt mooi. Ja, joh. Hey, en dat was natuurlijk nogmaals heel krachtig, die dienst. En dan sta je ook inderdaad echt nog... Je staat, zeg maar, de geloofsboodschap was heel sterk, maar ook...
je zit natuurlijk nog midden ook in, dat, in die hele achtbaan op dat moment. Ja, zeker. Maar goed, vervolgens wordt het wat rustiger allemaal. En dan komt de rest van het jaar. Hoe is dat geweest? Ja, het is, ik ben zo dankbaar als ik terugkijk, Dick. Want een van de keuzes van mijn hart was van ik ga rouwen en ik ga flink rouwen. Maar ik ga rouwen voor een periode. En dat werd ergens in mijn hart geboren. In januari wil ik in mijn nieuwe seizoen stappen. Keuzes zijn krachtig. En dat kwam niet uit mijn hoofd, dat kwam uit mijn geest. In januari, dus natuurlijk, weet je wel, in het begin, het duurde heel lang dat voor het echt tot me doordrong, begon door te dringen van Zijwand komt nooit meer terug. Ik had heel vaak het gevoel van ik zit in een soort film waar ik een rol in speel. En wanneer is die film nou eens een keer afgelopen, weet je wel? Dus het duurde heel lang voordat het van mijn hoofd naar mijn hart zakte. Ik zei vaak tegen mensen, mijn hoofd weet het, maar mijn hart weet het nog niet. Dus dat duurde best lang. Wat mij hielp was, ik had een playlist gemaakt met muziek. En die zette nooit eigenlijk muziek op in huis. Maar dat deed ik nu wel in die tijd. En dat hoefde ik maar aan te zetten. En dan begon ik al te huilen. Dus tranen zijn natuurlijk heel belangrijk. Dat spoelt je ziel gewoon schoon. Dus ik heb veel gehuild. In het begin, als ik het dorp inreed, dan huilde ik al. Dan was ik nog maar in de buurt van het dorp. En dan begon ik al te huilen als ik richting huis ging. Als ik mijn huis binnenstapte. Dus gelukkig kan ik heel makkelijk vanwege huilen. Vanwege de herinneringen. Ja, gewoon. Ja. Dan komt het, valt het over je heen. Als, golven noemen ze dat vaak. Dan golft het over je heen. Maar dat is allemaal nodig. Maar die keuze had ik wel gemaakt. Iets waar ik ook heel dankbaar voor was, was dat ik... Ik heb zo'n mooie kant van de kerk gezien. Er wordt natuurlijk vaak gemopperd over de... En het licht wordt vaak geworpen op de minder mooie kanten van de kerk. En die hebben Zijwand en ik ook genoeg gezien. En als ik het over de kerk heb, heb ik het ook over ons en over mezelf. Want we zijn er deel van. Dus je moet eigenlijk nooit mopperen op iets waar je zelf deel van bent. Maar in ieder geval, ik heb zo'n mooie kant van de kerk gezien. Ik heb zoveel aandacht gehad van mensen uit zoveel hoeken en uit zoveel verschillende gemeentes. Mensen die me kaartjes stuurden, bloemen stuurden, geld gaven. Zoveel liefde ontvangen. Gewoon bizar. Want ja, God geeft je liefde, maar hij stroomt ook door mensen heen. En dus ja, ik had golven van verdriet, maar ook heel veel golven van liefde kwamen er over mij heen. En ik moet zeggen, dat heeft echt ook iets met mij gedaan. Ik voel ook meer liefde in mijn hart voor mensen. Heeft zoiets moois gedaan eigenlijk in mijn leven. Ik was heel veel weg. Dat past blijkbaar bij mij. Dat hoeft een ander helemaal niet zo te doen. Maar ik was heel veel weg. Ik had heel veel aanloop. Ik bleef heel erg bezig. En ik had wel tegen mezelf gezegd van, ik was zelfs met een baan bezig. Dat was niet zo verstandig. Dat heb ik gelukkig later aan de kant gezet. Daar was helemaal de tijd niet voor. Maar ik had wel tegen mezelf gezegd, ik ga over een paar maanden, eigenlijk 5 maanden later pas, dan ga ik naar de caravan van mijn broer. Die staat in Zeeland. Dat is een plekje waar ik vanaf mijn 12e al kom. En dan ga ik een paar dagen alleen zijn, een dag of 5. En daar ga ik rouwen. Nou, je kan natuurlijk niet rouwen op commando. Maar ik had van Tom de Wal een heel bijzonder boek gehad. Van T.L. Osborne. Dat heet Tragedy, Trauma, Triumph. Dus tragedie, trauma, triomf. Waarin hij schrijft over het verlies van zijn vrouw. En ik dacht, dat boek bewaar ik. Want ik wilde geen boeken verder lezen. Tot ik daar in mijn eentje ben. Dus dat boek heb ik gelezen. Ik heb veel gewandeld, veel geschreven. Ik schrijf vaak mijn emoties ook gewoon op, schrijf dingen uit. En daar heb ik niet eens veel gehuild. Maar toen ik thuis kwam, begin december denk ik, toen heb ik die maand zoveel gehuild. Toen kwam eigenlijk pas echt de rouw los. Maar het bijzondere is, dus toen heb ik tranen met uiten gehuild. Gewoon dagen dat ik dacht, ik huil alleen maar. Maar toen ik in januari een week apart had gezet om te vasten. En ik ook de diensten van Ben, meestal kennen hem als Pastor Ben, voor mij is het gewoon Ben, in de River meemaakte. Toen sprak hij op de vrijdagavond sprak hij over Jesaja 61. En dat gaat natuurlijk onder andere over van, ik geef je hoofdsieraad in plaats van as en vreugdeolie in plaats van rouw. En in plaats van een kwijnende geest, een lofgewaad. Zo'n mooie tekst is dat ook. En Ben bad voor mij. En ik begon
na die week tegen mensen, nee, in die week al tegen mensen te zeggen, mijn rouwperiode is voorbij. Want het was voor mij zo. En dat is ook niet meer weggegaan. En ik weet dat dat voor sommige mensen heel raar zal klinken, maar ik denk dat het heel bijbels is. Hè? In psalmen staat bijvoorbeeld van, tears are for the night, joy comes in the morning. Hè? Dus je huilt voor een nachtseizoen, maar die vreugde is er weer in je volgende seizoen als een nieuwe dag aanbreekt. Ik denk dat het super bijbels is. En voor mij heeft dat in ieder geval gewerkt. Huil je daarna nooit meer? Ja, natuurlijk wel. Huil je nog wel eens. He, rondom zijn sterfdatum was dat ook weer natuurlijk weer even zo. Maar niet meer die golven. Niet meer die golven van rouw. Die had ik in december. Helemaal in het begin en in december. Dus mijn rouwperiode was klaar in januari. Zoals ik de Heer gevraagd had eigenlijk. Wauw, bijzonder. Ja. Hey, en als laatste, de afsluiting. Je had het over dat je dan in januari naar je nieuwe seizoen in zou stappen. Ja, eerdere seizoen was natuurlijk vaak samen met Saaibrand. Ja. Hoe ziet je nieuwe seizoen eruit? Ja, je moet natuurlijk. Ik realiseerde me in mijn rouwperiode in dat jaar van, jee, ik ben eigenlijk in mijn hele leven maar 2,5 jaar, misschien 3 jaar alleen geweest. Niet eens echt alleen, maar toen woonde ik op kamers in Ede. Ik studeerde daar maatschappelijk werk. Zo hebben zij, want en ik elkaar ook leren kennen daar. Maar ik dacht, dat is mijn enige periode dat ik echt alleen gewoond heb. Dus je moet helemaal uitvinden, tenminste ik, wie ben ik nou eigenlijk zonder Saaibrand? We werden altijd in één adem genoemd. We waren gewoon elkaars beste maatjes. Daarom doe ik ook zo. En daarom was het ook goed dat ik losgemaakt werd door de Heilige Geest. Dus vanaf dat moment ben ik gaan ontdekken, wie ben ik zelf? En ik ben daarmee bezig nog, van wat is mijn blauwdruk? En ik geloof dat het spreken omvat, want dat heeft de Heer me toen laten zien. Schrijven. Want je bent ook een schrijver, hè? Je hebt een mooi boek geschreven voor de mensen thuis. Ja, dat was mijn eerste boek. Kerk wordt wakker. Ja. Geschreven vanuit twee profetische woorden. Dat was mijn eerste boek. En kunnen we meer boeken verwachten? Ja, want dat wou ik je vertellen. Hebben we een primeur? Je krijgt een primeur. Ik heb het al wel aan een paar mensen verteld. Maar de Verdels, de Steve en Rita Verdel, de profeten die al 30 jaar in Nederland komen, minstens 30 jaar, en die ook over Saaibrand en mij geprofeteerd hebben, toen wij nog helemaal niet bekend waren met profetie, maar dat was in een dienst bij Jan Zijlstra. Die haalde ons eruit, zette ons op de voorste rij, oftewel, profeet, ik wil dat je over die mensen profeteert. Dus van hun kregen we eigenlijk een profetie die ook een richtlijn voor ons leven is geweest. Over revival in Nederland. En dat we daar deel van zouden zijn. Dus ik vind het soms wel jammer dat ik denk, hey, Saaibrand dus niet. Wat zou die genoten hebben van, want ik geloof dat we daar al in zijn. In de eerste roerselen, zeg maar. Ja. Maar zij was bij Jonathan en Tamara, wat nu mijn thuisgemeente is geworden. Want dat was een antwoord wat ik ook kreeg in de vaste week. Waar ga ik me planten? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag aan de Heer. Dus daar kreeg ik ook antwoord op. Maar zij waren bij Jonathan vorig jaar. En Rita Verdel haalde mij eruit. Ja, Steve profiteerde eerst, maar toen Rita. En ze zei, pick up the pen. Ik weet niet of je Rita Verdel kent, maar die is zo'n pittige tante. Pak de pen op, ga papier verzamelen en ga dat boek schrijven. Want je hebt veel wijsheid, veel levenservaring. En je hebt je gezin zoals je je gezin hebt. En het grappige was, dat Ben, ik heb met Ben ook een keer Ben heeft mij ook een keer geïnterviewd, jaren geleden. En hebben samen gepraat over het gezin, hè, zoals ons gezin eruit zag en hoe dat allemaal een beetje gegaan is. En Ben begon daarna tegen mij te zeggen, mam, jij moet eigenlijk een keer een boek daarover schrijven. Maar ik voelde van, ja, denk het wel, ooit een keer, maar nu nog niet, nu nog niet. Maar nu, toen Rita dat zei, dacht ik, oh, nu dus wel. Dus ja, dat boek gaat komen. Nou, we wachten in spanning af, Joke. Ja, dat boek gaat nog komen. Dat zou zeker heel mooi zijn. Ja. Dus, en hier ook nog een boek, die heb je samen met Saaibrand geschreven. Ja, heel veel van het onderwijs van Saaibrand staat daarin. En ja. Het is eigenlijk een combi van ons tweeën, maar natuurlijk heeft hij daar de toon voor gezet. Ja, dus, precies. Want iedereen die kijkt, hoort natuurlijk ook binnen dat woord die jij hebt gekregen, dat we vissers van mensen moeten zijn. Mm-hmm. Dus ben jij toch niet een visser van mensen, dan moet je dit boek even kopen. Ja, ik ben hem in het Engels, heb ik hem vertaald. En nu ben ik eigenlijk op zoek
is een beetje ondeugend dat ik dat nu zeg, maar misschien zit er iemand te luisteren die zegt van, oh, daar kan ik bij helpen. Ik moet eigenlijk nog, ja, want ik merkte van, oké, mijn genade daarvoor is op. Ik wil aan dat nieuwe boek beginnen, maar ik heb hem helemaal in het Engels vertaald. Maar ja, ik ben natuurlijk niet Engelstalig en ik ben echt aan het bidden voor iemand die echt Engelstalig is, die ook, weet je wel, zielen winnen op het hart heeft en die dat boek voor mij gewoon even helemaal up-to-date gaat maken. Mooi. Qua taal. Ja, nou, want dan kan het gewoon beschikbaar gemaakt worden. Als iemand dat wil doen, dan moet ze even een mailtje sturen. Zo dus dat komt dan ja. Goed. Ja. Nou, Joke, fantastisch. Dank je wel voor het komen. En wat een krachtige boodschap heb je weer gedeeld. Dank je wel ook voor alle levenslessen en ervaringen die je met ons wilde delen. Ik vond het zelf echt weer opnieuw heel bijzonder. Dus dank je wel daarvoor nogmaals. En jullie ook enorm bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer.